Dus wat we doen is eigenlijk gewoon de leerlijn voor het eerste jaar uitzetten. En dan met name voor de eerste 3 maanden, want we programmeren telkens in 3 maanden, zeg maar. En zo zijn we ook aan het werk gegaan. En voor iedere school hebben we een deelprojectleider neergezet. Nou, die denkt ook weer over alles mee. Plus, we hebben daarachter de leerkrachten ook weer erbij betrokken. En zo krijg je eigenlijk een soort van werkorganisatie. En op het moment dat de hele leerlijn een keer gedraaid heeft, ja, dan gaan we netjes wetenschappelijk onderzoek laten doen door de universiteit hier en dergelijke. En dan gaan we ook kijken, doet het wat het moet doen. Maar voorlopig het eerste jaar is leerkrachten helpen. Dat is ontzettend belangrijk. Materiaal ontwikkelen en leren van onze fouten. Want fouten gaan we maken en dat is geen probleem.